Ja, op de linkerkant in de politiek, hè, daar kunnen ze altijd heel goed vertellen, want daar zit ook die klimaatkneuzen en zo, wat wij moeten doen. Hè? Ja, maar ze zijn zo met klimaat bezig, daar op links, de D66, maar in dit geval is het dus GroenLinks vooral. Die vertellen ons constant, neem de trein, weet je wel, en laat je auto staan. En je mag maar één keer per jaar, liefst op vakantie en liever niet. Weet je, die. Ja, we niet te veel vliegen. Nee. En wat zien we nou? Komt er weer zo'n bericht over zo'n Paul Rozemuller. Ken je die nog? Die Paul Rozemuller? Ja, die zit nu in de Eerste Kamer. Ja. Maar dat was een, zeg maar 20 jaar geleden. Stond hij vooraan om Fortuin te demoniseren. Weet je nog? Ja, dat was hij. En hij is natuurlijk van die club van GroenLinks, want dat is helemaal klimaat en je mag niet vliegen en denk erom en CO2-uitstoot en allemaal die. En wat blijkt nou, meneer Rozemuller, ze zijn op links ook zo schijnheilig en huichelachtig. Ja, die vliegt zich helemaal de zenuwen, die Rozemuller, ja. Nu werd hij weer betrapt daar ergens op Aruba, dan zat hij weer in een lounge. En wat blijkt ook nog eens een keer, hij is platinum bij de KLM. Bij die puntenbeweging, weet je wel. Nou vrienden, ik heb vroeger heel veel gevlogen. Ik heb me helemaal suf gevlogen. Je moet heel goed doorvliegen. Wil je bij platinum komen, dan moet je werkelijk helemaal... Daar kom je niet als je een beetje gewoon even zo naar Madrid, naar Rome of naar Praag of weet ik veel. Even van die vlugjes. Nee, daar kom je niet eens in de buurt. Dan moet je verschrikkelijk intercontinentaal en doorvliegen. En liefst nog business class en noem maar op. Dan kom je uiteindelijk terecht in platinum. En daar zit hij dus, die Rozemuller. Dat is niet te geloven. Ja. Maar weet je wat het meest lollige is van dit hele verhaal? Jullie en ik, wij worden allemaal uitgemaakt voor, meestal voor domrechts. Want dat zijn wij dan, hè? Ja. Maar eigenlijk is dat helemaal niet waar, want het is gewoon dom links. En waarom is het dom links? Omdat zij denken dus, hè? Want het zijn eigenlijk... politieke vreemdgangers, die doen het allemaal stiekem, weet je wel, en dat en dat. En ze zijn zo naïef, en dat maakt het zo lollig, dat ze denken dat nooit uitkomt.